Hallo, leuk dat je kijkt naar Delft op Zondag TV. Ik ben Geert de Vries, geboren en getogen in Delft. En ik ga hier de komende maanden elke keer iets vertellen over het verhaal achter de kunst in Delft. Genoeg te zien. We zijn nu op de Beestenmarkt. Iedereen die in Delft woont, die kent het plein zo langzamerhand wel, het horecaplein. Maar het is al uit 1600 dat hier elke donderdag koeien, paarden, varkens op de veemarkt werden verhandeld. Nou, niemand die dat nog meer weet, maar er is een herinnering aan. Loop maar even mee. Nou, daar staat hij dan. De Delftse koe. Op het bordje ervoor staat stier. Maar dat klopt niet. Het is de Delftse koe. Gemaakt door kunstenaar Rob Brandt in 1987. Voor een keramiek tentoonstelling hier in Delft. Daarna is het beeld de hele wereld over gegaan. De gemeente Delft vond het zo leuk dat ze het beeld hebben aangekocht. Toen was het zoeken naar een plek. Eerst zou het op de Burgwal komen, maar uiteindelijk is het hier geplaatst. Hartje Centrum, Hartje Beestenmarkt. En een prachtig symbool, want tot 1972 was hier elke donderdag de veemarkt. En er kwamen boeren uit de hele omgeving hier naartoe met varkens, koeien, paarden, schapen. Die werden hier verhandeld. Dat ging met handjeklap. En ik weet dat zelf, omdat ik ben geboren hier in 1961. Aan die kant, boven de verfwinkel. En tot mijn 12e was het elke donderdag was het feest. 'S Ochtends om 5 uur begon het. En dan kwam ik uit school en dan lag hier een laag met stro, stront, pies, ja, stinken. Maar wel heel erg lekker om te ruiken. En ja, daar denk ik nog steeds aan terug. En dit beeld, elke keer als ik hier ben en ik zit hier, dan komt dat weer boven. Ja, dit is het raadsel van de Beestenmarkt voor heel veel mensen. Wat doen die gekke paaltjes hier? En er komt nog een vraag bij voor veel mensen. Want als je erboven kijkt, dan denk je van, nee toch, dat is een hakenkruis. Nou, dat is het dus niet. Maar ik heb ooit een keer hier een gids horen vertellen, echt waar, dat dit een tankwal was, een bescherming tegen Duitse tanks. Ah, flauwekul, echt totale flauwekul. En die toeristen geloofden het allemaal. Dit zijn paaltjes, de laatste paaltjes, die in het verleden, tot 1991, het hele plein bestreken. En die paaltjes werden gebruikt om de hekken in te zetten voor de beesten. Paaltje hier, paaltje daar, hekken erin. Had je een hok? En deze paaltjes zijn allemaal weggehaald, behalve dus deze. Dit is een mooie afscheiding en ook weer een herinnering aan dat roemrijke verleden als veemarkt. Ja, als we daar toch over geschiedenis hebben, over kunst, musea, is dit een levend museum, maar ook gewoon een winkel. En wat je je bijna niet meer kan voorstellen is dat hier op de Beestenmarkt, hier zat een hengelsportzaak, daar zat een fietsenwinkel, daar zat een metaalfabriek. Nu zijn het allemaal cafés, behalve de goedkope verfwinkel. Opgericht in 1881 en nog steeds in werking. En als je dus door de etalages kijkt, zie je alle potten met verfstoffen die in die tijd werden gebruikt om zelf verf te maken. Nu koop je een potje, dekseltje eraf en verroeren en schilderen. Maar in die tijd werd dat gemaakt met lijnolie, echt met de hand gemaakt en op kleur gemengd. Nou, 140 jaar, nog steeds hier. Dat is een wonder. En een verrijking en een herinnering ook weer aan die tijd op het plein. Ga vooral eens binnen kijken, want binnen, het interieur is nog steeds als uit 1881. Nou, dat was het voor deze keer, de Beestenmarkt. Wil je meer weten over de kunst in Delft? Kijk volgende maand naar de volgende aflevering. En kan je niet zo lang wachten? Ga naar www.kunstwandelingdelft.nl. Daar kan je een plattegrond downloaden, gratis, voor niets. En dan kan je een prachtige wandeling maken door het centrum van Delft, langs alle kunst in de openbare ruimte.